Ik denk dat de Europese Unie een duidelijke strategie moet um, hebben en het Verenigd Koninkrijk voor een keuze plaatsen die de volgende is. Ofwel neemt het Verenigd Koninkrijk het Noors model over, ofwel neemt het Verenigd Koninkrijk het model van de WTO over, zoals het model ook van de Verenigde Staten, Canada, China en anderen. Dat betekent dus dat er geen special deal kan zijn met het Verenigd Koninkrijk. Het Noorse model is het model dat Noorwegen heeft in zijn relaties met de Europese Unie. En dat maakt het mogelijk dat Noorwegen volledige toegang heeft tot de eenheidsmarkt. De prijs die Noorwegen daarvoor betaalt is dat het ook verplicht is de vrije beweging van personen te aanvaarden en ten tweede dat het ook moet bijdragen tot de begroting van de Europese Unie. De kost is eigenlijk politiek, namelijk dat Noorwegen geen enkele beslissingsmacht heeft, is dus geen partij in het proces dat leidt tot de regels die we kennen in de eenheidsmarkt. Tweede model is het WTO-model, dus waarbij een land soeverein zelf gaat onderhandelen over uh, vrijhandel met alle mogelijke partners in de wereld. En op die manier ook toegang krijgt tot de markten van die landen, maar het zwakke punt van dat model is dat er nauwelijks iets voorzien is voor diensten. En dat is wel het meest belangrijke voor het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is in eerste instantie een diensten-economie en het WTO-model heeft daar heel weinig over. En het gevolg zal dus zijn dat het Verenigd Koninkrijk weliswaar gemakkelijk toegang zal hebben tot de Europese Unie wat betreft goederen, maar dat het bijzonder moeilijk zal zijn om op dezelfde wijze dienstverlening te kunnen doen in de eenheidsmarkt. De UK zal aan blijven sturen op een special deal. Waarom moet de EU dat niet doen? Ik denk dat de Europese Unie geen special deal mag sluiten met, uh, met het Verenigd Koninkrijk. Waarom? In eerste instantie omdat, als de Europese Unie dat doet, in feite de poort wordt geopend voor alle andere landen die een speciale arrangement zouden willen hebben met de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld Hongarije, is ongelukkig over een aantal aspecten van de Europese Unie. Zeg dan, wij treden eruit en we gaan nu een special deal sluiten met de Europese Unie, waarbij we al de leuke dingen behouden en de dingen die we niet graag hebben opzij schuiven. Dat is natuurlijk een model dat uiteindelijk zal leiden tot een desintegratie van de Europese Unie. En we moeten dat absoluut vermijden. Dus de Europese Unie moet duidelijk maken, willen jullie eruit? En ik persoonlijk heb daar geen probleem mee als de Hongaren eruit willen. Wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Als zelfs de Nederlanders eruit willen, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Maar het moet duidelijk zijn voor de Nederlanders in dat geval dat de keuze is tussen die twee modellen en dat er daar niks tussen ligt. Vanuit de EU gezien kun je ook denken: het is goed om de UK zo dichtbij mogelijk te houden. Het grote probleem zat hem in de migratie. Laten we dan daar een soort uitzondering voor maken voor de UK, dan blijven ze het misschien toch behouden. Ja, maar ik denk dat dat juist uh, geen goede optie is. Um, dus dat betekent dat we een soort cherrypicking zouden doen. Hè. Iedereen kan dan zeggen: ja, maar um, dat aspect van uh, de ENS-markt, dat, dat zint ons niet. Wij trekken eruit, wij onderhandelen en we laten dat aspect vallen. En we doen een soort cherrypicking, waarbij we al de leuke dingen behouden. Dus ik denk dat we dat niet. Kunnen toelaten. We hebben een duidelijk model. De eenheidsmarkt is dat model en dat is gebaseerd op vrije beweging van goederen, diensten en dus van personen. Want wil je vrije beweging van diensten, dan moet je ook vrije beweging van personen toelaten. Vele diensten zijn persoonlijk gebonden. We gaan daar toch geen compromissen op sluiten? Dan kunnen we het geheel opdoeken.